feit dat, in dit bizarre land er 4,5 filmschool is, waar elk jaar 40 à 50 regisseurs van afstuderen, ja, dat is waanzin. Hè. Dat is volslagen waanzin. Het Geheugenspel is de nieuwste film van Jan Verheyen. We maakten van de gelegenheid gebruik om met Verheyen te praten over De Leeuw van Vlaanderen, de samenwerking met Walen en Nederlanders, over geselecteerd nieuws en hokjesdenken. Wat vind je van het cultuurbeleid in Vlaanderen? Mijn eerste film is van 1991. Ik was co-producent of distributeur van Vlaamse films sinds eind jaren 80. Dus ik heb eigenlijk nog zo de naweeën van de pioniersperioden en zo meegemaakt. Ik heb de overgang meegemaakt van, de cultuurcommissie naar het VAF enzovoort enzovoort. En die discussie is zo oud als we films aan het maken zijn. En waarom is die discussie er überhaupt? Omdat Vlaanderen, bij uitbreiding België, net als andere kleine regio's of kleine landen, geen audiovisuele industrie kunnen hebben zoals die in grotere landen bestaat. En met Amerika natuurlijk. Ja, Amerikaanse films zijn per definitie internationale films. Amerikaanse films komen uit van Tokio tot Timbuktu, noem maar op. En zijn dominant wereldwijd. Als je naar de top 10 of de top 20 van de hele wereld kijkt, 17 films in die top 20 zijn dezelfde in al die landen en zijn meestal Amerikaanse films. En dan heb je nog 2 of 3 lokale films. En zolang dat het geval is, is er voor mij niks aan de hand. Maar dat betekent dat je in de meer kwetsbare landen moet zorgen dat er producties kunnen worden gemaakt in de eigen taal, over gebed in de eigen cultuur, binnen de eigen culturele referenties en noem maar op. Als we dat effectief belangrijk vinden, en ik denk dat we het daar wel ongeveer over eens kunnen zijn, dan betekent dat dat je onvermijdelijk die industrie moet subsidiëren. Want anders gaat het niet. Punt aan de lijn. Zelfs een grote Vlaamse succesfilm is niet rendabel op misschien in de loop van de 50 jaar dat we nu films maken, denk ik dat er 10 uitzonderingen zijn. Of zo. Los van Studio 100, dat is een ander businessmodel. Dus als je vindt dat dat belangrijk is, en dat is dan eind jaren 60, beslist van ja, wij moeten weerstand bieden aan die Amerikaanse dominantie. Frankrijk heeft dat ook gedaan. Frankrijk heeft wat dat betreft nog een veel strengere policy. Heel veel landen hebben bijvoorbeeld, en ik denk dat de huidige kracht en ook het internationale succes van de Zuid-Koreaanse filmindustrie mee te maken heeft met het feit dat zij op een bepaald moment zeer strenge quota hebben ingevoerd. Dat 50% van de screentime in de Koreaanse bioscopen moest voorbehouden worden voor Koreaanse films. Dat heeft een aantal verschrikkelijke jaren opgeleverd natuurlijk. Maar dat heeft op termijn, en ik ben niet voor quota in principe, maar ik moet toegeven dat in het geval van Zuid-Korea, en er zullen nog wel een aantal andere voorbeelden zijn, dat dat wel heeft gerendeerd. Anyway, het komt er dus op neer. Je moet een systeem bedenken waarin je een lokale Vlaamse audiovisuele industrie de mogelijkheid geeft om dingen te maken. En vanaf dan beginnen natuurlijk de problemen. Want van als je subsidies begint te geven, zijn er mensen die moeten beslissen over die subsidies, wie die krijgt, wat de eventuele prioriteiten zijn. Dan moet er een beleid gemaakt worden. En dan begint de miserie. Want het is heel simpel, laat ons een kat noemen. De mensen die geld krijgen, die vinden het een uitstekend functionerend systeem. De mensen die geen geld krijgen, die staan zeer kritisch tegenover het systeem. Dat is nu eenmaal zo, dat is al van in het begin en dat is nu nog altijd zo. Omdat er natuurlijk nooit middelen genoeg zijn om iedereen gelukkig te maken. Dat is trouwens ook, dat zou belachelijk zijn, want niet ieder idee is een goed idee. Alleen bepaald, het is natuurlijk, en dat geldt trouwens niet alleen voor film, hè. Dat geldt voor de meeste, dat geldt ook voor televisiereeksen, dat geldt voor theater, dat geldt voor alles. Op een bepaald moment moeten er keuzes gemaakt worden. En dan heb je een beleid nodig dat een beetje stuurt. Want waarom hebben wij in de jaren 70, als je nu terugkijkt, de jaren 70 zijn de jaren van de boerenfilms. Wat ik een zeer denigrerende en foute term vind. Ik verkies heimatfilms. Waarom was dat? Omdat binnen, nogmaals, die discussie van we moeten ervoor zorgen dat onze eigen cultuur beschermd wordt.
Dus wat is de consequentie daarvan als je ook films gaat maken? Ah ja, wij moeten in de eerste plaats teruggrijpen naar onze grote Vlaamse literaire klassiekers. Dus dan kreeg je in de jaren 70 Streuvels, Timmermans, Boon, noem maar op. Dus dan kwamen al die grote Vlaamse auteurs aan bod. En dat waren natuurlijk ook allemaal heimatfilms. Later, hè, toen we daar dan, hè, toen dat dan allemaal, dat hadden we dan gehad. En dan kwam daar natuurlijk een tegenbeweging van, moeten wij nu alleen maar dat soort films maken? Dus dat zijn allemaal golven. Hè. En dan kwamen zo in de jaren 80, de eerste meer stadsfilms, Brussels by Night was wat dat betreft toch wel een belangrijke film. Dan kwamen de Vlaamse comedies, Gaston en Leo, Urbanus en zo. En dan kwamen zo de zaak Alzheimer, de Gerardsen. Dus dat is een soort, ja, voor een stuk is dat een beweging, gevolgd door een tegenbeweging enzovoort enzovoort. En je moet wel toegeven dat sinds de oprichting van het Vlaams Audiovisueel Fonds, er wat dat betreft in ieder geval veel meer openheid is. Vroeger die commissie, dat was echt zo. Dat was heel duf. Dat was in een ingemaakte kast ergens in het ministerie van Cultuur. En van als je dan met iets kwam aanzetten dat niet een Vlaamse klassieke auteur was, of iets dat niet heel pretentieus, dan ging dat niet. En je moet wel toegeven dat sinds de oprichting van het FAF er binnen die Vlaamse film, ook al maken we nog maar 10 films per jaar, 10, 12 films per jaar, met een paar vrije producties, dat er toch een merkwaardige diversiteit is ontstaan. En met diversiteit bedoel ik in dit geval qua genres. En onze topjaren, er is sindsdien ook bijna elk jaar minstens één film, en vaak twee of drie geweest, die echt bestonden, waar veel mensen naar zijn gaan kijken, Waar enthousiasme over was. Dat is echt een mooie lijst. Als je naar de top 20 kijkt van de Vlaamse film, dan staat daar, ja, dan staan daar uiteraard de Urbanusfilms in, dan staan daar de Kampioenenfilms in, maar daar staat dan ook het Vonnis in, daar staat Runskop in, daar staat de Helaasheid der Dingen in, daar staat de Broken Circle Breakdown in, daar staat de zaak Alzheimer in, daar staat Dossier K in, daar staat Daans in. Dat is echt, die een top 20, die is echt oké. Okay. Dat is echt zo van, wow. Dat zijn echt allemaal films die niet alleen die uiteraard bestaansrecht hadden, maar waar ook heel veel volk zijn komen kijken. Als je dan ook kijkt bijvoorbeeld naar ons laatste topjaar, 2017 of zo, dan zie je dat in datzelfde jaar Patser is uitgekomen, Girl, Niet Schieten en een kampioenenfilm. Dat is toch geweldig? Dus in die zin mag het kind niet met het badwater worden weggesmeten. Wat je natuurlijk ziet, dat is een beetje zoals met die ijsberg van een Titanic, dat zijn de dingen die boven de waterlijn zitten. En dat zijn inderdaad gelukkig de films waardoor er nog altijd, we komen uit een moeilijke periode weliswaar, maar daar heeft corona ook wat mee te maken, waardoor niemand het bestaansrecht van die subsidies en dat fonds dat we dus waardevolle films maken, maar onder die waterlijn, ja, zitten natuurlijk de kneusjes, hè. Zitten al die films die ook heel veel geld hebben gekost en waar niemand naar is komen kijken. En daar moet de discussie over gaan. Wat is de... Is er een soort benedengrens? Want uiteindelijk moet je ervan uitgaan, als je de rechtstreekse subsidie van het FAF optelt bij de tax shelter die er wordt opgehaald, en wat dan de openbare omroep er nog in steekt, dan flirt je met het miljoen. Er zijn mensen aan het kruis genageld, politici, voor onkostennota's van een hotel van €400 in Bangkok. Dus dan denk ik, een miljoen, dat is toch wel veel geld. En dan vind ik dat je inderdaad in vraag moet durven stellen, als je per jaar naast die successen een hele hoop films maakt waar er echt geen return is, dan vind ik dat je daar kritische vragen over mag stellen. Dus in die zin moet een cultuurbeleid en moet de werking van het fonds altijd kritisch bekeken worden. En moet je dus durven kijken van, oké, wat heeft, welke films hebben een publiek gevonden en welke niet. En moeten we daar niet wat meer rekening mee houden? En dan zit je weer bij die discussie die we er straks al hadden. Maak je films of maak je een statement? Want statementfilms, die staan niet in die top 20.
Dus qua verdeling in feite en de methode van verdeling, daar kan er wel nog wel aan gewerkt worden. Ja, de methode, omdat natuurlijk, wat is het probleem van zo'n verzelfstandig fonds? Dat trouwens zeer goed functioneert, hè? Organisatorisch, administratief, qua openheid van communicatie, de website en zo, top. Echt top. Dat is een wereld van verschil met de commissie van vroeger. Dus dat is echt een zeer goed gerodeerd instituut. Alleen is het niet het instituut dat beslist over die films. Want dat is dan, terwijl ik daar niet tegen zou zijn, als daar iemand zou zitten met visie. Nee, dan worden er... Wie beslist er over wat er gemaakt wordt, dat zijn de lectoren. Maar de redenering is, ja, we mogen geen mensen vragen die volop actief zijn, want die zijn natuurlijk betrokken partij. Want het is natuurlijk een klein milieu, iedereen kent iedereen. Dus dan worden er mensen gevraagd die een beetje in de periferie van dat veld zitten. Academisch. De rilling loopt over mijn rug als ik het nog maar uitspreek. Dus theoretici en zo. En die zitten daar met... Ja, dat zijn de mensen die dan denken van, oh ja, dat is een belangrijk onderwerp, dat moeten we doen. Die dus vanuit een soort statementreflex redeneren, of die een bepaald segment van het publiek willen bedienen. Allemaal mensen die ook heel hard roepen, ja, dat moeten we zeker maken om vervolgens dan niet te gaan kijken. Dat is een beetje zoals die cultuurprogramma's of boekenprogramma's op Canvas. De elite roept dan, ja, tuurlijk moet er een boekenprogramma zijn op Canvas en tuurlijk moet er een cultuurprogramma zijn op Canvas, om daar vervolgens niet naar te kijken, maar er wel een mening over te hebben. Die sfeer. En dat is natuurlijk heel moeilijk, omdat je de expertise die daar zit, met alle sympathie, in twijfel kunt trekken. En dat de track record van de laatste jaren, we zijn wel aan het wegzakken. We hebben nu geluk gehad met Zillion, Onze Natuur en Close. Maar wat er nu onder de waterlijn zit, is een veel groter volume dan dat pakt 10 jaar geleden was. Dus ik weet niet of we... We hebben, denk ik, de eerste 15... Nee, bijna de eerste 2 decennia van deze eeuw heeft het fonds... Door een samenloop van omstandigheden vaak ook. Maar als je per jaar 3-4 films kunt maken die echt de mensen enthousiasmeren, waarover gesproken wordt, die vaak ook in het buitenland wel iets doen, dat wordt altijd geweldig en overdreven, maar bon, maar die bestaan, laat ons zeggen, dan ben je in de internationale context niet slecht bezig. Want wat mensen ook wel eens vergeten, de Amerikaanse studio's, die ik weet niet hoeveel geld uitgeven aan marketing en research, die knallen er soms ook geweldig naast. Hè? Het Amerikaanse studiosysteem is gebaseerd op, als we 10 films maken, zijn er 2 gigantische blockbusters. Dan hebben er 3 die break-even spelen en 5 waar we ons broek aan scheuren. Dus er zijn jaren geweest dat wij als zeer bescheiden Vlaamse industrie dat geklopt hebben, hè? Dat we het beter gedaan hebben in verhouding dan die redenering. Maar nu zitten we minder. Dus je moet dat gewoon, ik vind dat je dat gewoon heel kritisch in het oog moet houden. Maar ik zal nooit, of te nimmer, het principe in vraag stellen. Dus ik zal altijd blijven verdedigen. Wij moeten daar een systeem van rechtstreekse subsidiering, tax shelter, noem maar op. Maar wij moeten die audiovisuele sector beschermen. Want wij, uiteraard strijden wij niet met geleide wapens. Dat is hetzelfde voor het liberalisme. Ik ben uiteraard, ik vind liberale, vrije economie, maar je moet marktcorrecties aanbrengen. Omdat er nu eenmaal sectoren zijn die zwakker staan dan anderen. Dus daar moet je marktcorrecties in aanbrengen. Dus dat vind ik, en dus dat geldt ook voor cultuur. We zijn bezig met Paul Lieterke en Paul Nieuws aan communautaire dossiers. Dat we kijken van... Wat als Vlaanderen meer autonomie zou hebben? Dat kan bijvoorbeeld via confederalisme zijn, dat kan via een onafhankelijk Vlaanderen zijn. En we kijken bijvoorbeeld naar wat voor impact heeft dat op de portemonnee van de mensen? Ja. Wat doet dat op vlak van mobiliteit? Dus dat zijn dan wel de federale thema's. Heeft u een voorkeur voor confederalisme of onafhankelijk Vlaanderen? Maar ik ben daar zeer pragmatisch in. Ik heb nog geen enkel model gezien waarin een onafhankelijk Vlaanderen een realistisch streven is. Omdat je met het waterhoofd Brussel zit.
Ik zie niet in hoe dat je dat allemaal uit elkaar kunt krijgen. Dus dan zou ik eerder neigen naar het confederalisme. Alleen moeten we toch durven toegeven dat het adagium wat Vlaanderen zelf doet, doet Vlaanderen beter, de laatste jaren wel wat deuken heeft opgelopen. Dus het enthousiasme daarover is een stuk genuanceerder geworden, laat ik het zo zeggen. En als ik het vertaal naar cultuur, ja, de facto, in de realiteit, net zoals er zelfs een grens blijkt te zijn tussen Vlaanderen en Nederland, die theoretisch dan toch al gebonden worden door dezelfde taal, quod non, enfin, toch niet helemaal, ja, is er de facto natuurlijk ook een grens tussen het zuiden en het noorden. Om het heel simplistisch te zeggen, Wallonië is cultureel helemaal georiënteerd richting Frankrijk. Die kijken naar Franse films, die kijken naar Franse zenders, die lezen Franse kranten en weekbladen. Die zitten helemaal richting Frankrijk, terwijl wij daar totaal niet mee bezig zijn. Vlaamse films bestaan niet in Wallonië, niet. Die worden pro forma af en toe eens uitgebracht om aan een soort, weet ik veel, vereiste te voldoen, maar allee, vergeet dat. Waalse films, of Franstalige Belgische films, werken bij ons in het arthouse-circuit. Vooral de gebroeders Dardenne hebben dan even hebben bestaan. Maar verder ja, is dan net hetzelfde. Dus daar worden we... En Brussel is dan, ja, in Brussel probeert de KVS dat allemaal wel wat te verzoenen en zo, maar dat is vaak heel artificieel. Dat gaat over een hele kleine groep mensen uiteindelijk die daarmee bezig zijn. Dus dat, en dus ook alle pogingen, ik had het straks over co-producties, en renvoyer l'ascenseur tussen Nederland en Vlaanderen. Hetzelfde systeem bestaat binnen ons eigen land. Hè. Dus daar is het, daarbij bij er zijn heel veel co-producties tussen Vlaanderen en Wallonië. En dat zijn dan ook in bijna alle gevallen, bij misschien als uitzondering de films van Adil en Bilal, Patser en Black en zo, dat zijn echt... Dat zouden kunnen zijn, dat zijn Belgische films en Brusselse films, dus daar klopt het plaatje wel. Maar verder is dat ook weer renvoyer l'ascenseur. We vullen wat formulieren in, we gaan €200.000 halen bij het FAF voor een Waalse film en dan kunnen hetzelfde geld later gaan terughalen. Dus uiteindelijk zijn dat communicerende vaten. Persoonlijk vind ik dat volslagen zinloos. Denk ik dat je die middelen veel beter kunt benutten om 2-3 extra eigen films per jaar te maken. Maar ik snap het wel. Je wil natuurlijk ook je ploegen wat mengen. Vaak is dat niet oninteressant. Maar als je een lijst zou maken, als je al die cijfers bestaan, hè, dat is niet moeilijk. Als je daar ooit eens mee wilt bezighouden, maar gaat er niet vrolijk van worden. Als je een lijst zou maken van de co-producties Vlaanderen-Nederland, enerzijds, co-producties Vlaanderen-Wallonië, en je schrijft al die films op, Je valt van uw stoel. Dat zijn allemaal dingen. 90% van die titels gaan u niks zeggen. Zijn nooit uitgebracht. Maar het tegenargument is dat... Ah ja, maar wij hebben ook evenveel geld gaan halen daar. Dus als iemand in Wallonië die oefening zou maken, komt die op hetzelfde resultaat uit. Met andere woorden, het is een soort vestzak-broekzak-systeem. Wat eigenlijk ook puur weer een ideologisch gegeven is. Wij vinden dat belangrijk. Er zijn al zo weinig. Hè. Ik vind dat voornamelijk artificieel. De cultuursector, waartoe film behoort uiteraard, staat eerder bekend als een linksmilieu. U staat eerder bekend als Vlaams gezind. Botst dat soms? Word je daar soms op aangesproken? Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik kan niet zeggen dat ik daar last van heb gehad. Ik zit op het einde van mijn carrière. Dus het maakt mij allemaal niet zoveel meer uit. Ik kan inderdaad zeggen wat ik denk. Als je 25 bent en je staat aan het begin van je carrière, dan moet je veel meer oppassen met wat je zegt. Dus zoals in alle milieus, kunstenaars zullen het niet graag horen, maar wij zijn ook opportunistisch. Om den brode. Diens brood men eet, diens taal men spreekt. Dus als jij nu films wil maken, ja, dan is het toch best om je aan te sluiten bij de algemeen, of wat je denkt dat de algemeen heersende teneur is. Ik ben trouwens, overigens, for the record, ik ben partijloos. Hè?
Er zijn heel veel ethische thema's waar ik eerder links van het centrum zit. Economisch zit ik rechts van het centrum. Qua migratie zit ik ook eerder rechts van het centrum. Maar ik heb geen partijkaart. En ik heb wel meningen, niet over alles, zinloos. Maar het feit dat ik nu in een hokje, dat jij mij nu in een hokje zet, vind ik al eigenlijk storend. Want als er iets is waar ik in mijn leven naar gestreefd heb, ik vergeet niet, ik ben opgegroeid in de jaren 80, 90, toen de humo nog dicteerde wat mocht en wat niet mocht. Toen het hokjesdenken een echte plaag was. Dat is gelukkig voor een groot deel verdwenen, maar toch stel ik vast dat het gemakkelijker is om ergens bij... Ik wil nergens bij horen. Het is geen toeval dat de firma die ik ooit heb opgericht als distributeur, die had als naam Independent Films. Mijn vrijheid, mijn onafhankelijkheid is mij zeer, zeer dierbaar. Dus ik wil ook door geen enkele club gerecupereerd worden. Ik praat met jou, omdat als jij mij belt, oh ja, dan praat. Maar als nu het partijblad, ik weet niet eens of dat bestaat, van de PVDA mij zou bellen, zou ik daar ook mee praten. En ik vind het jammer dat die mij niet bellen. Omdat die ook aan... Ik weet niet of die publiek... Maar ik geef nu een heel extreem voorbeeld. Maar omdat inderdaad dat betekent dat ik toch, ondanks al mijn pogingen om dat niet te doen, in een hokje word gezet. En ik wil niet in dat hokje zitten. Ik wil in geen enkel hokje zitten. En dan merk je dat inderdaad. Als je vraagt, heb je daar last van? Nee, ik heb het geheugenspel is mijn 20ste film. Ik kan nu moeilijk gaan klagen. Hè? Voor mij zou het Calimero gegeven echt niet werken. Dus ik kan... Nee. Dus nee, ik heb daar geen last van. Wat ik wel vaststel is dat bepaalde media mij niet bellen omdat zij denken dat. We zitten namelijk... Dat vind ik heel boeiend. Je hebt zo heel die discussie over fake news. Ik denk dat het bij ons qua fake news geweldig meevalt. Maar wat je wel hebt, is selected news. Dat dus effectief bepaalde redacties vanuit een soort ideologische visie keuzes maken. Van, ah ja, dit vinden wij belangrijk. Om het met een boutade te zeggen, als de Morgen achtergrond wil bij film, bellen ze Michael Roskam. Als het maar een heel toffe gast is trouwens, en geen enkel probleem daarmee. Maar als het laatste nieuws duidt, dan bellen ze mij. Maar nooit omgekeerd. Terwijl ik denk van, jongen, bel ons alle twee. Want wij zullen misschien andere nuances aanbrengen. Maar men gaat ervan uit, ja, wat ik te vertellen heb, dat zal wel niet helemaal passen in de ideologische lijn. Want ook cultuur, maak u geen illusies, cultuur heeft ook een ideologische lijn. Die moet gevolgd worden en die tot op zekere hoogte ook afgeschermd wordt. Terwijl ik denk, ik zou heel graag eens de afwijkende mening zijn dan. Maar als je natuurlijk je lezers afschermt van die mening, creëer je inderdaad een soort ideologisch utopia. En vandaar dat ik zeg, het is geen fake news, het is geselecteerd nieuws. Je hebt daarnet eens vermeld dat er is eigenlijk echt wel een grens met Wallonië. Hè. Zij richten zich vooral op Frankrijk. In Nederland zijn Vlaamse films niet zo bekend en zo. Nee. Hoe zit het eigenlijk met de Nederlanders? Hoe bekijken zij Vlamingen? Want ze zijn denk ik meestal Belgen. Dan bedoelen ze eigenlijk Vlamingen. Hoe zit dat zo'n beetje? Ik heb dus een jaar nu, enfin, bijna 6 maanden, met een groot deel Nederlandse ploeg gewerkt. We hadden al eerder met veel Nederlanders gewerkt. Dat is eigenlijk... Het idee, wij hebben zo vaak het idee van, goh, die Nederlanders zien ons een beetje als gekke Belgen. Dat is er wel wat uit. We hebben zo vaak ook een minderwaardigheidscomplex naar Nederlanders toe. Dat is heel gek. Terwijl als je bijvoorbeeld even film loslaat, op televisie, onze reeksen, lopen in Nederland echt in primetime. En niet op obscure zenders. Het verhaal van Vlaanderen, van Tom Waas, zit in primetime op NPO 2 of 3, ik wil er vanaf zijn, en haalt daar heel fatsoenlijke cijfers. Dus wat dat betreft is er wel, kruipen we wel uit een dal. Dus Vlaamse fictie en zelfs een aantal Vlaamse televisiesterren, zal ik maar zeggen, krijgen nu, en dat is al een tijdje aan de gang,
voet aan de grond in Nederland. Dus er is toch, ik zal niet zeggen dat er een evenwaardigheid is, maar het is niet meer zo, het is niet zo meewarig. Van, oh, wat praten jullie, schattig. Dat is er echt wel uit. Wat niet wil zeggen dat we op de set niet veel hebben gediscussieerd over taal. Het is echt opmerkelijk hoeveel uitdrukkingen waarvan ik dacht, want ja, we hebben dat ook geschreven. En we hebben natuurlijk ook in die schriftuur, dachten wij, rekening gehouden. Ah ja, de Nederlanders, het Nederlandse gezin zal toch iets anders dingen formuleren dan het Vlaamse gezin. En dan bleken daar toch heel veel dingen die voor mij vanzelfsprekend waren, die Nederlanders niet begrepen. Dus dan ga je op zoek naar een andere uitdrukking en zo. Dus dat was mij opgevallen. Dat er toch best wel... Het is zelfs nog iets erger dan Engels en Amerikaans. Tomato, tomato. Het is iets meer. Maar er is absoluut geen... Er wordt niet neergekeken op. Laat ons ook niet vergeten dat het Nederlandse model ook wel klappen heeft gekregen. Hè? Nederland als gidsland is ook veel minder het geval. Nederland is ook door een aantal grote crisissen gegaan. Dus dat heeft er die kant wel wat afgevuild. Of wij ooit... Want ik weet niet of dat een inleiding was naar de vraag van de groot-Nederlandse gedachte. Ik zie ons ook niet aansluiten bij Nederland als zoveelste provincie. Ik denk dat daar ook de verschillen te groot zijn. En daar zijn ook allerlei verklaringen voor. Maar ik ben wel optimistisch. Ik ben wel optimistisch dat er in de loop van de komende jaren en decennia, dat er meer ruimte zal zijn in Nederland, op de Nederlandse televisie. Trouwens, in theater is het al zo. Hè? De grote Vlaamse gezelschappen maken ook altijd hele mooie tournees in Nederland. Onze cabaretiers. Cabaretiers, bij ons zijn stand-up comedians, daar heet het dan cabaretiers. Die verkopen ook grote zalen uit in Nederland. Dus er is wel degelijk... Daar is er een gunstige evolutie, wat mij betreft. Om het gesprek af te ronden, zou ik een keer willen terugkeren naar wat u zei, de keuze van films vroeger. Ja. Dus in de jaren 70 en 80 werd er teruggegrepen naar de literatuur, ja, de klassieke literatuur. In 1984 hadden we dan bijvoorbeeld De Leeuw van Vlaanderen. Ja. Sindsdien hebben we eigenlijk niet echt een update gezien van die film bijvoorbeeld, of van dat verhaal. Terwijl dat nogthans wel regelmatig gebeurt met historische films in Hollywood. Dat is nu ook soms een beetje verminderd. Maar hoe komt het eigenlijk dat we bijvoorbeeld geen nieuwe versie van De Leeuw van Vlaanderen gezien hebben de voorbije 30, 35 jaar? De Leeuw van Vlaanderen vind ik nu een beetje een ongelukkig voorbeeld, omdat... dat zou mij ook niet geweldig aanspreken, maar je kan de vraag breder stellen. Waarom maken wij zo weinig historische films? Omdat dat te duur is. Ik heb zo'n schuif met onrealiseerbare projecten. En wat daar dus al, denk ik, 20 jaar in ligt, is De Geest van Koning Leopold II. Leopold II, ons koloniaal verleden. Wat daar gebeurd is in de Congo. Dat is een geweldig verhaal. En daar bots je op de grenzen van onze sector. Waarom? Kijk naar Amerika en Vietnam. Amerika heeft bijna letterlijk het Vietnam-trauma van zich afgefilmd. Dat heeft een aantal van Platoon over Coming Home tot The Deer Hunter. Dat heeft een aantal fantastische films opgeleverd die mee hebben geholpen om dat een plaats te geven in de geschiedenis van dat land. Frankrijk heeft Indochine gehad, heeft een aantal films gehad over de Algerijnse oorlog. Duitsland ik zie naar In Westen Niets Nieuws. Dat is een geweldige film. En ga naar... Er zijn andere historische films geweest. Maar wij hebben... Als je een film wil maken over Leopold II en de Congo, dan spreek je over 10, 12 miljoen. Minimum. In Amerika zou het dan 100 tot 120 miljoen zijn. Maar bon, we zouden dat kunnen voor 10 à 12 miljoen. Dat is niet op te brengen. Dat is op geen enkele manier realiseerbaar. Dus als je dat doet... Wat is het probleem met De Leeuw van Vlaanderen? Ja, dat is knudden, hè. Dat kreunt, de film van 84, dat kreunt onder een gebrek aan middelen. Je gelooft dat niet. Ja, dat is zichtbaar, hoor, dat er middelen ontbreken. En daarom maken wij... En eigenlijk de enige uitzondering op die regel is Daans. Daans is ook een historische film waar de producent zijn nek heel ver heeft uitgestoken, waar het fonds een eind in is meegegaan.
En daar zijn we ook voor beloond. Maar Leopold II of de Lee van Vlaanderen, for all I care, dat is ja, 10 à 12 miljoen. En als je het niet met dat soort budget kunt doen, maakt je belachelijk. Want het referentiekader van je publiek is natuurlijk al die andere films. Maar is het dan echt onmogelijk om 10 of 12 miljoen bijeen te rapen? Ja, tenzij door missenaat. En ik vind dat we die sfeer nu wel, allez, zo om met een hoed in de hand langs industriëlen te trekken. Nee, dat, ik vind dat niet. Maar de enige manier waarop je zo'n film kunt maken, in de huidige context, die trouwens nog een stuk negatiever is dan een tijdje geleden, want alle traditionele media staan geweldig onder druk, de budgetten dalen voor fictie. Dalen, inflatie stijgt, budgetten dalen, maak zelf de berekening. Wat dat in de praktijk betekent, de enige manier waarop je dat kunt doen, is dat iemand zegt, ik vind dat belangrijk dat dat gemaakt wordt, hier heb je 10 miljoen, go and make it. Maar dat is natuurlijk, ja, ik denk niet dat dat realistisch is. Maar zou je het dan doen, mocht er iemand zeggen, een weldoener, een mecenas, die zegt van hier is 20 miljoen... Ah ja, de Lee van Vlaanderen, niet omdat ik dat niet interessant vind, maar omdat ik dat geen... Dat spreekt mij aan, maar Leopold II direct. Dat vind ik dan, omdat dat in de... Ik vind dat een leemte. Ik vind dat echt een leemte, dat een verhaal is dat wij niet hebben kunnen vertellen. En niet dat er geen... Want er zijn verschillende projecten ooit... Er is, een paar jaar geleden is er aangekondigd dat Ben Affleck het boek van Hochschild had geoptioneerd. Maar daar is sindsdien ook niks meer van vernomen. Omdat natuurlijk, als je het hebt over het koloniale verleden, alle landen hebben natuurlijk boter op hun hoofd. Dus ja, Frankrijk heeft Indochine gemaakt, Engeland heeft een aantal. Dus die zijn ook niet geïnteresseerd om mee te gaan financieren een verhaal dat eigenlijk dan een Belgisch verhaal is. Dus je zit daar zo. Dus een aantal onderwerpen. We hebben ook eigenlijk... Er zijn een paar reeksen geweest, maar kantje boordje. We hebben ook geen Wereldoorlog 1 of Wereldoorlog 2 films zelf. Terwijl het godverdoemen hier in onze achtertuin is uitgevochten, hebben wij ook niet dezelfde reden. Dus grote historische onderwerpen, daar botsen wij op de beperkingen van onze industrie. En misschien een allerlaatste vraag. Hebt u als ervaren regisseur een tip voor jonge mensen die in de industrie zouden willen beginnen, in de filmindustrie? Het cliché verplicht mij om te zeggen, chase your dream. Als je dat echt wilt doen, dan moet je ervoor gaan. Maar als je kijkt, als je nuchter kijkt, er bestaan zo statistieken van mensen die een bepaalde richting studeren en hoeveel procent daarvan dan ook effectief gaat doen waar ze voor gestudeerd hebben, daar bengelen wij helemaal achteraan. Dus dat heeft ook weer te maken met het feit dat in dit bizarre land er 4,5 filmschool is, waar elk jaar 40 à 50 regisseurs van afstuderen. Ja, dat is waanzin. Hè? Dat is volslagen waanzin. Dat is ook weer een geweldige verkwisting van middelen, omdat je gewoon weet dat van die 40, 50 mensen er hooguit 10 effectief carrière zullen maken. En met carrière maken bedoel ik dan hun kost kunnen verdienen, want alles wordt, reality wordt ook geregisseerd. Dus, als je dat heel graag wilt doen, bonne chance, probeer het. Ik zal er Nietzsche nog even bij... Het is... Van wie is de quote nu? Anyway, het is veel erger om niet geprobeerd te hebben, dan geprobeerd te hebben en te falen. Dus ja, go for it. Maar de timing is op dit moment wat ongelukkig.